Traditiegetrouw brengen ze in de maand januari zoveel mogelijk vrijwilligers en sympathisanten van de Damiaanactie bijeen tijdens de provinciale startmomenten om samen het startschot te geven van de januari-campagne die dit jaar volledig in het teken staat van onze strijd tegen lepra. Dit jaar is het Oost-Vlaamse netwerk hiervoor afgezakt naar het Heemrechtscomité van Nienhoven. Vrijwilligerscoach Roos Pauwels. We zijn hier vanavond met een aantal mensen samen, met een mooie groep mensen, om eigenlijk het startmoment te vieren van onze campagne. Wij doen dat in elke provincie en dus nu is het de beurt aan Oost-Vlaanderen en we hebben daarvoor Nienhoven gekozen om dat te doen. Leeft dat nog telkens zeer goed, die Damiaanactie? Ja, als je ziet, het laatste weekend van januari gaan wij toch nog altijd met honderden, zo niet zelfs meer dan 1000 mensen de baan op om onze bekende stiftjes te verkopen, omdat het nog altijd nodig is. Wat wij doen is nog altijd het levensreddende werk in het zuiden. We werken in 16 projectlanden rond 3 armoedeziektes en jammer genoeg is het nog altijd nodig. En al die vrijwilligers die voor onze baan opgaan, die helpen ons daarbij. Hoe komt Nienhoven daar elk jaar uit met die Damiaanactie? Want Nienhoven is toch wel een bijzondere stad eigenlijk? Ja, natuurlijk. Maar ik mag natuurlijk geen favorieten hebben zelf, maar absoluut Nienhoven is zeker een van onze sterkhouders in onze campagne. We hebben een heel sterk comité, een goed team, die elk jaar weer opnieuw alles op alles zetten om te zorgen dat we een goede verkoop organiseren. We zijn ook heel aanwezig met ons educatief pakket in de scholen. Deze week nog waren er presentaties in de Plomblom voor meer dan 1000 leerlingen. Dus ja, we zijn goed vertegenwoordigd in Nienhoven. Komt er nog vaak dokter Frans Heemrechts bij te pas? Frans Heemrechts leeft natuurlijk in eerste instantie hier in Nienhoven in elke campagne. Maar het is zeker zo dat Frans Heemrechts samen met Pater Damiaan en Claire Volut, die samen met Frans Heemrechts in Indië onze werking eigenlijk heeft begonnen, dat hij wel een van onze grote inspirators is om onze werking nog altijd op dezelfde manier een beetje verder te zetten. Zijn project van Kliniek onder de bomen leeft nu nog eigenlijk een beetje voort in de manier waarop wij met onze patiënten in het zuiden te werk gaan. De Damiaanactie gaat weer gaan starten. Hè. Zeer binnenkort in Nienhoven, wanneer precies? Ja, het is altijd het laatste weekend van januari dat dus de Werelddag van de Lepra doorgaat. En wij hebben al jaren, al meer dan 50 jaar de gewoonte om op die momenten actie te voeren in Nienhoven ook, zoals in Vlaanderen en trouwens nationaal ook in heel België. Dus dat betekent dat de mensen weer deur aan deur Hans Nienhoven gaan doen? Deur aan deur. Maar ook aan de warenhuizen gaan wij verkoop doen. We worden ook in de verenigingen. En zeker om niet te vergeten de scholen. Want dat zijn eigenlijk vandaag de beste afnemers van de stiften en verkopers van de stiften. En er zijn ook kinderen die meehelpen. Van de eerste graad van de Majora's. Van verschillende scholen. Om de stiften te verkopen in de stad en aan de warenhuizen. U zegt verkopen, wat kost zoiets? €6. Nog altijd, voor 4 stiftjes, van 4 kleuren. Dus, ja. Dat betekent veel geld eigenlijk voor die mensen, kinderen. Absoluut. Dus je moet weten dat je voor €50 vandaag een lepra-patiënt kunt genezen. Dus dat betekent als je zo goed 8 pakjes verkoopt, dat je dus een lepra-patiënt geneest. Hè. En, maar het is niet alleen lepra, er wordt ook gewerkt aan TBC, want dat is ook een ziekte die zeer erg is, ook bacteriële ziekte, juist zoals lepra. En die ook zeer veel slachtoffers maakt nog vandaag, hè. Nog meer dan lepra. Hè. Nienhof Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.